Mijn naam is Stefano. En ik ben het Cruzé. En wij gaan nu een gesprek voeren met enkel vragen. De situatie is een kruidenierszaak. Waar liggen de tomaten? Waar wil je de tomaten hebben? Zie je dan niet dat ik hier kan winkelen? Kan je niet ergens anders gaan? Waarom zou ik ergens anders naartoe gaan als ik hier kan winkelen? Wij zijn niet klantvriendelijk, of wel? Zou u het erg vinden als ik zou zeggen van nee? Verlaat hem, mevrouw! Tweede situatie, een muziekwinkel. Heeft u ook Marco Borsato platen? Moet ik die hebben? Ik dacht toch dat dit een muziekwinkel was? Maar Marco is hier nog niet geweest, hè? Dat is geen vraag. Derde en laatste situatie is een concert van Beethoven. Oh. Mooie muziek, hè? Jee, ik heb gewonnen. Hallo, ik ben Stefano. En ik ben Chris. En nu gaan wij het tantelied zingen. Met tante Hallo, ik ben Stefano. En ik ben Chris. En wij gaan nu het tantelied zingen. 1, 2, 3. Mijn tante heeft er de mond van vol. Het is niet te begrijpen. Ze brengt ons allen het hoofd op hol. Ze wilt ons allemaal pijpen. Ze is... Waarom doe je al? Hallo? Hallo, ik ben Stefano. Alex, Chris. En wij zingen nu het tantelied. 1, 2, 3. Mijn tante heeft er de mond van vol. Het is niet te begrijpen. Ze brengt ons allen het hoofd op hol. Ze wil ons allemaal pijpen. Het is een hele mooie vrouw, als zij voorover buigt. Ze is volmaakt gelukkig, als zij op een pimmel zuigt. Ze is volmaakt gelukkig, als zij op een pimmel zuigt. Mijn tante heeft er de mond van vol, het is niet te begrijpen. Ze brengt ons allen het hoofd op hol, als... Oké, kut. Goedenavond, deze avond. En welkom dat ik terug bij jullie mag zijn. Want mijn maat is een flikker. Jammer genoeg wel. Maar ik ben zo gelukkig. Want de vrouwen moet niet hebben van hem. Want ze komen bij mij. En waar is mijn paruik? Oh jongens, wat zit ik met mijn krulbos haar hier te doen? Ja. Kijk dan maar eens naar Renmans. Hij is zo dikke lul van Hai Sugar. What you gonna do, man? Big smile on the... Ja, anders werden sie hier nicht kommen. Ich werde von den Rennmanns kommen. Wir werden der Welt bekriegen. Die Juden müssen vergessen worden. Und ich trage Rennmanns mit. Rennmanns. Sutige Reste. Aber ich will dir das normalerweise sagen, dass Sütige ich ein, Reste, keinen Sachen noch nicht mehr, Flügelmeister schlagen musst. Flügelmeister. Werdest du meinen Flügel zügen? Ja, komm her. Oh. No. Und geluffelig. What the fuck?